Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Controleer deze ook regelmatig of die nog aanstaat, want soms doet YouTube een reset en dan staat die ineens niet meer aan en krijg je geen meldingen meer van mij. Nou, lieve mensen, ja, daar ben ik weer. Ik ga voor jullie weer wat boekreviews doen en dan ga ik jullie uitleggen wat er voor goede boeken allemaal zijn en wat er allemaal in het boek staat. Nou, ik heb hier een fantastisch goed boek en al mijn boeken die ik ook op mijn website heb staan, in mijn webwinkel, die heb ik allemaal zelf gelezen. Sta ik zelf achter waarvan ik denk, nou, dit zijn echt goede boeken, daar heb je echt wat aan, daar leer je echt wat van en ook hoe je het in de praktijk kan brengen. Dus blijf vooral kijken. Nou, dit is het boek van Napoleon Hill. Denk groot wordt rijk. Hij heeft enorm veel boeken geschreven. Het zijn echt allemaal succesboeken. En hoe je positief moet denken en hoe je rijk wordt. En ik ga jullie hier een stuk uit voorlezen. Want ja, waar gaat dit boek nou eigenlijk over? Nou, het woord zegt het natuurlijk al. Denk groot wordt rijk. En ja, rijk zijn is natuurlijk niet altijd alleen maar met geld te maken. Nou gaat dit boek wel vooral. Hè, hoe krijg je nou financiële welvaart? Maar rijk is natuurlijk veel meer dan alleen maar met geld. Kijk, in deze wereld hebben mensen gewoon geleerd om geld als ruilmiddel te gebruiken. En er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die geld gebruiken als machtsmisbruik. En geld is eigenlijk juist bedoeld omdat mensen dus hun materialisaties zijn vergeten. Hoe ze uit kosmische substantie kunnen creëren en hoe ze kunnen materialiseren. Is er een ruilmiddel gekomen? Ja, dus eerst ruilden we natuurlijk allemaal spullen. Maar dat was eigenlijk allemaal niet meer zo heel evenredig. Hè? Dus als jij een heel groot jacht aan het bouwen was. Dat 2 jaar heeft geduurd. En dan ruilen omdat jij een stoel nodig had. Of een stukje brood. Dat was natuurlijk geen goede ruil. Of dan heb je misschien wel 10.000 broden nodig. Nou, dan kon de bakker niet tegenop werken. Dus daardoor is natuurlijk ook geld ontstaan. Nou, en geld moet men ook blijven zien als een energie of als een ruilmiddel. Zolang je zelf nog geen andere middelen hebt gevonden. Hoe jij jezelf kan exploiteren of kan voortzetten in deze mooie wereld. Zie geld ook gewoon als een ruilmiddel. Want als ik namelijk geld heb verdiend, dan geef ik dat weer uit aan een cashière of aan de bakker, ik zeg maar wat. Of misschien geef ik het wel weg of ik geef een cadeautje voor iemand die jarig is. En nou, dat kind dat kan daar weer iets anders leuks mee doen. Nou, dat zijn ruilmiddelen en die ander kan daar ook weer zijn hele gezin van voorzien wat diegene nodig heeft. Dus geven is net zo belangrijk als het ontvangen. En ja, heel veel mensen zijn natuurlijk negatief geconditioneerd in het verleden. Want die zien geld als iets vies. Of geld is niet goed. Of alleen maar slechte mensen hebben geld. Of je moet hard werken voor je geld. Het leven is hard. En ja, ik zal nooit veel geld krijgen. Of mensen doen van alles maar voor geld. Dus het wordt al in een heel negatief jasje neergezet. Waardoor veel mensen dus maar antipathie krijgen tegen geld. Maar eigenlijk geld heel graag willen hebben. Omdat ze dan leukere dingen kunnen doen. Of ze meer vrijheid kunnen voelen. Dat is ook zoiets heel achterlijk. Dat je je leven lang achter geld aan het jagen bent. Het is natuurlijk ook een belachelijk iets. Maar dan is het ook belangrijk als je een andere rijke overvloedsvorm hebt gevonden. Ja? Nou, ik noem nooit het woord rijkdom, want dat vind ik zo stom. Rijk en dom. Hè? Net als ouderdom of oud en dom. Hè? Of mensdom, de mens is dom. Mens en dom. Ja? Je hebt mineralenrijk, je hebt plantenrijk, je hebt dierenrijk, maar je hebt ook mensdom. Dus ik vind dat altijd zo'n stom woord. Rijkdom, normaal. Ik ben natuurlijk met woordenalchemie al mee bezig. Die etymologie, de ontstaan van woorden. Dus ik ben heel erg oplettend op woorden. Nou, kent deze schrijver is daar niet zo heel erg bewust van de etymologie. Wel bepaalde dingen die ik tegenkom, denk ik, oh ja, heb er toch wel over nagedacht. Maar goed, rijkdom of vertalers die natuurlijk het boek hebben vertaald, die dat dan nog steeds rijkdom hebben genoemd, zeg maar. In het Engels is het gewoon wealth. Dus het heeft niets met dom te maken. Of rich, hè? Rijk. Maar dus ja, ik noem het liever gewoon welvaart of rijk zijn.
En rijk kan in heel veel verschillende manieren. Je kan rijk zijn in je familie, je kan rijk zijn in de liefde, je kan rijk zijn in de dankbaarheid, je kan rijk zijn in geld, je kan rijk zijn in de spullen die je hebt, je kan rijk zijn in de creativiteit die je hebt, of dat je prachtige dingen kan maken. Rijk heeft zoveel vormen, misschien heb je wel een prachtige grote moestuin en dan ben je ook rijk, weet je, dan heb je gewoon je eigen voedselvoorzieningen en dat soort dingen. Dat is ook rijk, rijk zijn. Dus rijk zijn kan op veel manieren en het boek legt je vooral uit hoe je dus kennis kan omzetten in welvaart. Ja, want mensen die dus kennis hebben en er niks mee doen, ja, dat is eigenlijk zinloos. Dat is eigenlijk zonde. Hè? Je doet er niks mee. Ik ga jullie de achterflap eventjes vertellen. Nou, denk groot, word rijk. Dit boek bevat geheimen over geld verdienen, waarmee u uw leven kunt veranderen. Ontdek het geheim van succes. Denk groot, word rijk biedt u de subtiele wijsheid van bijzondere mensen die grote prestaties hebben geleverd en daardoor rijk geworden zijn. Dus rijk zijn of rijk worden is echt een mindset. De magische succesformule van Andrew Carnegie was de directe inspiratie voor dit boek. Als u de eenvoudige basistechnieken uit dit boek leert toepassen, zult u het geheim van echt en blijvend succes ontdekken. En u zult alles krijgen wat u in dit leven maar wilt hebben. Dit boek kan een miljoen waard zijn. Nou, dit boek kun je bestellen bij mij op de website dileilateunis.nl. Ook al zijn andere boeken staan bij mij op de website. Nou, ga ik een stuk voor jullie voorlezen. Bladzijde 67. Specialistische kennis. Persoonlijke ervaringen of observaties. De vierde stap op weg naar rijkdom. Er zijn twee soorten kennis. De ene soort is algemeen, de andere is specialistisch. Hoe groot of gevarieerd algemene kennis ook is, u hebt er weinig aan bij het verwerven van geld. Op grote universiteiten is vrijwel elke vorm van algemene kennis aanwezig. De meeste professoren hebben niet veel geld. Ze zijn gespecialiseerd in het overbrengen van kennis, maar ze zijn niet gespecialiseerd in de toepassing van kennis. Dat zie je heel veel. De meeste professoren zijn echt de armste mensen ter wereld. Omdat ze niet geleerd hebben inderdaad om het toe te passen. Ze kunnen het heel goed misschien vertellen of dingen uitleggen. Maar ze zijn niet commercieel op dat gebied, zeg maar. Kennis trekt geen geld aan, tenzij ze met praktische actieplannen wordt gebruikt voor en gericht op het vastomlijnde doel van geld verwerven. Miljoenen mensen onderkennen dit niet en geloven nog steeds ten onrechte dat kennis macht is. Dat is absoluut niet waar. Kennis is alleen potentiële macht. Zij wordt alleen macht als ze in vastomlijnde actieplannen wordt omgezet en om een duidelijk doel wordt gericht. Nou, dat is eigenlijk heel logisch, want als jij zeg maar een plan maakt in je hoofd, of je hebt een idee in je hoofd. Daarom help ik mensen ook met brainstorming in de diensten die ik aanbied. Dus heb jij bijvoorbeeld een heel goed idee, maar je doet er niks mee. Ja, dan is het heel leuk dat jij je kennis erover hebt, maar het blijft maar een gedachte. Deze ontbrekende schakel in alle opvoedingsmethoden zouden een gevolg kunnen zijn van het feit dat onderwijsinstellingen hun studenten niet leren hoe ze de verworven kennis kunnen toepassen. Nou, precies. Ik vind daar mag wel echt wel wat meer aandacht aan besteed worden. Veel mensen denken ten onrechte dat Henry Ford geen ontwikkeld man was, omdat hij maar weinig onderwijs had genoten. Zij die dat denken, kennen de echte betekenis van het woord opleiden niet. Het woord is afgeleid van het Latijnse woord educare, dat naar buiten leiden, tevoorschijn brengen, uittrekken, van binnenuit ontwikkelen betekent. En educatie is ook, werd eigenlijk vroeger uit het Latijn is het eigenlijk gebruikt om dieren te trainen. Dus als iemand zegt, wij brengen je educatie bij, dan wordt er eigenlijk beweerd dat je een dier bent wat getraind moet worden. Een ontwikkeld mens hoeft niet per se een overvloed van algemene of specialistische kennis te bezitten. Een ontwikkeld mens is iemand die de mogelijkheden van zijn geest zo heeft ontwikkeld dat hij alles kan krijgen wat hij wil, zonder andermans rechten daarbij te schenden. De domme man die een fortuin verwierf. Tijdens de Eerste Wereldoorlog publiceerde een krant in Chicago een paar
hoofdartikelen waarin Henry Ford een domme pacifist werd genoemd. Ford protesteerde tegen die opmerkingen en diende een aanklacht tegen de krant in wegens smaad. Toen de aanklacht voor de rechtbank kwam, pleitten de advocaten van de krant voor vrijspraak en riepen Ford zelf als getuige op om aan de jury te bewijzen dat hij dom was. De advocaten stelden Ford een hele reeks vragen om aan te tonen dat hij, ondanks zijn aanzienlijke specialistische kennis op het gebied van autofabrikage, over het algemeen dom was. Ford kreeg vragen te beantwoorden als: wie was Benedict Arnold? En hoeveel soldaten stuurden de Engelsen naar Amerika om de opstand van 1776 neer te slaan? Op die laatste vraag antwoordde Ford: ik weet niet precies hoeveel de Engelsen er hebben gestuurd, maar ik heb gehoord dat er heel veel meer waren dan ooit zijn teruggekeerd. Ten slotte kreeg Ford genoeg van deze vraagstellerij. Toen hem een bijzondere beledigende vraag werd gesteld, leunde hij voorover, wees met zijn vinger naar de advocaat die de vraag had uitgesproken en zei: ik heb een rij elektrische drukknoppen op mijn bureau. Als ik echt de dwaze vraag zou willen beantwoorden die u zojuist hebt gesteld, of elke andere vraag die u me hebt gesteld, kan ik door op de juiste knop te drukken de hulp inschakelen van iemand die elke vraag kan beantwoorden over de zaak waarin ik mijn beste krachten wijd. Wilt u mij eens vertellen waarom ik mijn geest zou volstoppen met algemene kennis voor de beantwoording van zulke vragen, als ik mensen om me heen heb die elke soort kennis kunnen aandragen die ik nodig heb? Nou, dus zelf hoef je ook niet altijd alles te weten. Mensen denken wel eens, ik moet zoveel mogelijk weten, want dan ben ik pas slim. Of dan, weet je, kijk, nogmaals, je kan van alles weten, maar als je er niks mee doet, schiet ook niet op natuurlijk, hè. Dus je kan ook gewoon iemand inzetten die het wel weet. Ja, dus als jij het zelf niet kan, nou, dan schakel je iemand in. Dat is ook rijk zijn, hè? Dus dat word je ook zelf slimmer van. Dat is liefde geven aan jezelf door jezelf juist te laten verdiepen of mensen te laten doen om dingen uit handen te nemen. Want alles zelf is echt niet handig. Dat was beslist een heel logisch antwoord. De advocaat had daar niets op te zeggen. Iedereen in de zaal besefte dat dit antwoord afkomstig moest zijn van een ontwikkeld man en niet van een domme man. Iedereen is ontwikkeld die weet waar hij de benodigde kennis vandaan kan halen en hoe hij die kennis kan verwerken tot vastomlijnde actieplannen. Dankzij de assistentie van zijn denktank had Henry Ford de specialistische kennis tot zijn beschikking waarmee hij één van de rijkste mannen van Amerika kon worden. Die kennis hoefde hij niet in zijn hoofd te hebben. U kunt alle kennis krijgen die u nodig hebt, om er zeker van te zijn dat u uw verlangen kunt omzetten in geld, moet u specialistische kennis vergaren over de dienst, de goederen of het beroep waarmee u het geld wilt verwerven. Misschien hebt u veel meer specialistische kennis nodig dan u kunt of wilt vergaren. Als dat zo is, kunt u dat euvel verhelpen met uw denktank. Voor het verwerven van grote fortuinen is macht nodig. Macht krijgt iemand met behulp van goed georganiseerde en verstandig bestuurde specialistische kennis. Maar die kennis hoeft niet per se in bezit te zijn van degene die het fortuin vergaart. Wie wel ambities heeft om een fortuin te vergaren, maar niet de noodzakelijke specialistische kennis bezit, kan uit de voorgaande alinea moed en hoop putten. Mensen gaan soms gebukt onder een minderwaardigheidscomplex omdat ze niet ontwikkeld zijn. Maar iemand die een denktank kan leiden voor het vergaren van fortuin, doet absoluut niet onder voor de leden van die denktank. Thomas A. Edison had in zijn hele leven maar 3 maanden op school gezeten. Toch ontbrak het hem niet aan ontwikkeling. En hij stierf ook niet arm. Nou, lijkt een beetje mee. Ja, 3 maanden op school gezeten. Henry Ford had nog geen 6 jaar basisonderwijs achter de rug. Maar hij wist zich financieel uitstekend te redden. Specialistische kennis is volop te krijgen en behoort tot de goedkoopste vormen van dienstverlening. Kijk, op school leer je hoe je dus in loondienst gaat. Ja, je leert om te gaan met hoe je aan het werk moet met sollicitatiegesprekken en dat soort dingen. En hoe je dus iets kan zijn betreft als werknemer of zo. Maar je leert niet echt hoe doe je nou je eigen zaak starten. Of waar moet je nou allemaal op letten. Of
gemotiveerd te raken om voor jezelf te beginnen. Het is vaak, oh nee, je moet wel dat papiertje hebben, die diploma, want anders kan je niet aan het werk, kom je niet aan de bak, krijg je geen baan. Dus je wordt altijd maar opgeleid dat je een baan moet krijgen, want oh, die diploma is zo belangrijk. Ja, en normaal zijn ook mensen nodig die inderdaad die aan het werk gaan bij een werkgever. Werknemers zijn er absoluut nodig. Maar er zijn ook mensen die dat vinden dat prettig, die vinden dat fijn. Maar je wordt er niet in gestimuleerd om ook je eigen creativiteit te gebruiken voor jezelf te denken. Er zijn mensen die echt gewoon geleerd hebben om gerobotiseerd te denken, zeg maar. Dus alles wat een ander jou voorkoudt, dat kunnen ze dan heel goed uitvoeren. Maar ze kunnen niet voor zichzelf denken. Of daar krijgen ze de ruimte ook niet voor. Want nee, het moet zo en zo. En ja, ik vind dat ook vaak bij bedrijven. Ik bedoel, moet je ook luisteren als werkgever naar jouw werknemers. Als ze betere tips hebben of oplossingen hebben. Of als ze dan in een gezamenlijk gesprek of zo, dat ze even gaan evalueren. Dat je ook luistert naar andermans ideeën van, goh, hoe kunnen we dit bedrijf nog groter maken? Ja, weet je, dus werkgevers moeten eigenlijk in een evaluatiegesprek ook gewoon naar hun werknemers luisteren. Van, hey, hoe kunnen we dit bedrijf nog beter laten werken? Of kunnen we nog groter worden? Kunnen we nog succesvoller worden? Want hoe succesvoller het bedrijf ook is, hoe meer de werknemer ook kan gaan verdienen dan. Of leuke bonussen die er dan ook zijn. Of ze moeten ook leren om zelf creatief te kunnen nadenken, dat zal voor de werkgever veel meer schelen. Want dan hoeven ze zelf ook niet alles maar te bedenken. Want dat is ook veel. En iemand die ook voor een werkgever werkt, die wil ook nuttig zijn. Ja, die willen ook creatief kunnen zijn. Of leuk vinden om te kunnen doorgroeien. Of een doel te hebben om te streven. Dat is hartstikke belangrijk, want het leven is nou eenmaal groei. We groeien dagelijks, we leren dagelijks. We willen meer dingen, we willen leuke dingen, we willen van alles en nog wat. En dat heeft met groei te maken. Er moet ook ruimte voor zijn om te kunnen groeien, anders krijg je doodzij. Mensen krijgen een burn-out, omdat het allemaal zo eentonig is. Er is geen motivatie meer, geen inspiratie meer. En dan raken ze uitgeput. Dat is altijd maar elke dag hetzelfde. Ja, er zijn mensen die kunnen daar ook wel weer tegen, maar die hebben misschien in hun privéleven wel weer een leuke uitdaging of zo. Dus ja. Ik vind, je moet wel geprikkeld blijven qua geest. Het loont de moeite te weten hoe je kennis kunt verwerven. In de eerste plaats moet u bepalen welk soort specialistische kennis u nodig hebt. En voor welk doel. Uw hoofddoel in het leven, het doel waar u naartoe werkt, zal in belangrijke mate bepalen wat voor kennis u nodig hebt. Zodra u dat weet, moet u informatie verzamelen over betrouwbare bronnen van kennis. De belangrijkste zijn A. Uw eigen opleiding en ervaring. B. De opleiding en ervaring van een groep mensen. Denktank. Dus die denken voor je. C. Hogescholen en universiteiten. D. Openbare bibliotheken in boeken en tijdschriften. Is alle kennis te vinden die ooit verzameld is. E. Speciale opleidingen, vooral aan avondscholen en in de vorm van schriftelijk onderwijs. Zodra kennis verzameld wordt, moet zij gestructureerd worden en met praktische plannen worden toegepast voor een vastomlijnd doel. Kennis heeft alleen waarde voor zover zij voor een bepaald doel wordt gebruikt. Als je overweegt een aanvullende opleiding te volgen, stel dan eerst het doel vast waarvoor u de gezochte kennis nodig hebt. Zoek vervolgens uit waar u die kennis kunt opdoen. Succesvolle mensen, in welk beroep dan ook, houden nooit op specialistische kennis te verwerven, die samenhangt met hun zakelijke of professionele hoofddoel. Zij die geen succes hebben, maken gewoonlijk de vergissing te geloven dat ze niets meer hoeven te leren zodra ze van school komen. De waarheid is dat een mens op school vooral leert hoe hij in de dagelijkse praktijk kennis kan verwerven. Nou, precies wat ik net uitlegde. Specialisatie is tegenwoordig pure noodzaak. Die waarheid heeft Robert P. Moore, voormalig voorzitter van de selectiecommissie van de Columbia Universiteit, in een interview treffend weergegeven. Specialisten meest gewild. Werkgevers zoeken met name kandidaten die zich op een of ander gebied hebben gespecialiseerd. Afgestudeerden van scholen voor economisch en administratief onderwijs met kennis van boekhouden en statistiek. Ingenieurs in allerlei richtingen
journalisten, architecten, chemici en ook uitstekende leiders en actieve studenten uit het laatste jaar. Wie actief is geweest op de campus met allerlei soorten mensen, kan omgaan en een passende baan na zijn studie heeft gehad, heeft een duidelijke voorsprong op de strikt academische student. Sommigen van hen hebben vanwege hun brede kwaliteiten diverse aanbiedingen voor functies gehad, één enkeling zelfs zes. Een van de grootste industriële ondernemingen, marktleider in haar sector, schrijft aan de heer Moore het volgende over toekomstige afgestudeerden. We zijn vooral geïnteresseerd in mensen die veel talent hebben op managementgebied. Daarom hechten we veel meer waarde aan karakter, intelligentie en persoonlijkheid dan aan een bepaalde opleiding of scholing. Leertijd voorgesteld. Moore heeft voorgesteld studenten tijdens de zomervakantie in de leer te doen op kantoren, in winkels en in de industrie. Hij zei dat elke student in zijn derde of vierde jaar gevraagd zou moeten worden een toekomst voor zichzelf uit te stippelen en hem tot de orde te roepen als hij louter voor zijn genoegen en zonder enig doel een willekeurig vakkenpakket heeft gevolgd. Hogescholen en universiteiten moeten onder oog zien dat alle beroepen en functies nu om specialisten vragen. Aldus Moore, hij drong erop aan dat opleidingsinstituten meer aan beroepsvoorlichtingen gaan doen. Een van de meest betrouwbare en praktische bronnen van kennis voor wie een specialistische opleiding wil volgen, zijn de avondscholen die in vrijwel elke grote stad te vinden zijn. Voort zijn dankzij de instellingen zijn voorschriftelijk onderwijs tot in de verste uithoeken van het land cursussen en opleidingen te volgen. Een voordeel van thuisstuderen is dat het programma in eigen tempo te volgen is en op de momenten dat het de cursist het beste uitkomt. Sommige instellingen zijn bovendien erkend door het ministerie van Onderwijs, zodat ook veel van hun diploma's erkend zijn. Bovendien kunt u zich door de docenten uitgebreid laten adviseren en voorlichten over alle mogelijke onderwerpen. Een les van een incassobureau. Alles wat zonder inspanning en zonder kosten is te verwerven, wordt over het algemeen niet gewaardeerd en zelfs gewantrouwd. Dat is misschien de reden waarom we zo weinig opschieten met onze fantastische kansen in het openbaar onderwijs. De zelfdiscipline die we opdoen door een strak studieprogramma van eigen keuze te volgen, is een van de grootste verschillen met het gratis openbaar onderwijs. Instellingen voor schriftelijk onderwijs zijn meestal goed georganiseerd. Hun lesgelden zijn zo laag dat ze altijd aandringen op vlotte betaling. Of de cursist goede vorderingen maakt of niet, hij moet betalen en daardoor zal hij sneller geneigd zijn de cursus af te maken, terwijl hij er anders misschien mee zou ophouden. De incassoafdeling van deze onderwijsinstellingen bieden in dat opzicht een bijzondere goede training in het nemen van besluiten, in snel reageren en in afmaken wat je begonnen bent. Ruim 45 jaar geleden heb ik dat zelf mogen ervaren. Ik schreef me in voor een schriftelijke cursusreclame. Na 8 of 10 lessen hield ik op met studeren. Maar het instituut hield niet op met rekeningen sturen. Bovendien stond het erop dat ik zou betalen of ik de lessen volgde of niet. Ik was het ermee eens dat ik de cursus moest betalen, want daartoe had ik mezelf wettelijk verplicht. Maar dan moest ik ook alle lessen volgen, waarvoor mijn geld zien te krijgen. Ik vond toen dat de incassoafdeling overdreven goed georganiseerd was, maar later kwam ik erachter dat ik er iets bijzonders van had geleerd, zonder dat daar kosten aan verbonden waren. Omdat ik wel moest betalen, ging ik door met de cursus en maakte hem af. Later in mijn leven ontdekte ik dat het efficiënte incassosysteem van het instituut veel voor mij had betekend. Want dankzij de reclamecursus die ik met grote tegenzin had gevolgd, wist ik veel geld te verdienen. De weg naar specialistische kennis. Amerika heeft het omvangrijkste openbare onderwijs van de hele wereld. Een van de vreemdste eigenschappen van mensen is dat ze alleen datgene waarderen wat geld kost. Ja, dat is echt bizar gewoon. Als je geen geld vraagt, dan gaan ze maar met je om alsof je niks waard bent of zo. Het slaat helemaal nergens op. Geen respect, geen waardering. En als mensen er
voor moeten betalen, joh. Dan zijn ze echt, dan zijn ze vol of en dan vinden ze het helemaal fantastisch. Ik denk dat mensen dan meer willen leren of zo, of dat ze het dan ook meer opslaan, omdat ze er een waarde aan hebben gehecht. Het is heel apart. Het gratis onderwijs en de gratis openbare bibliotheken maken geen indruk op mensen, want ze zijn gratis. Dat is de voornaamste reden waarom zoveel mensen later naast hun baan aanvullende opleidingen volgen. Het is ook een van de voornaamste redenen waarom werkgevers het op prijs stellen dat hun werknemers schriftelijke cursus volgen. Het is ook een van de voornaamste redenen waarom werkgevers het op prijs stellen dat hun werknemers schriftelijke cursussen volgen. Zij weten uit ervaring dat wie een deel van zijn vrije tijd aan studie wil besteden, leidinggevende kwaliteiten bezit. Er is één menselijke zwakheid waarvoor geen remedie bestaat. En dat is gebrek aan ambitie. Mensen die een deel van hun vrije tijd reserveren voor een opleiding, blijven zelden in de onderste regionen van de organisatie. Hun daadkracht opent de weg omhoog en ruimt vele belemmeringen. Hun daadkracht opent de weg omhoog en ruimt vele belemmeringen uit de weg. Ze vestigen de aandacht op zich van diegenen die kansen aan hen kunnen geven. Schriftelijk onderwijs is vooral geschikt voor werknemers die vinden dat ze aanvullende specialistische kennis nodig hebben, maar het zich niet kunnen permitteren weer dagonderwijs te gaan volgen. Stuart Austin weer volgde een opleiding tot bouwkundige ingenieur en werkte in dat beroep totdat de depressie in de jaren 30 hem zo goed als bodemloos maakte. Hij ging eens na wat zijn mogelijkheden waren en besloot advocaat te worden. Hij ging weer naar school en volgde een speciale opleiding tot advocaat. Hij voltooide de opleiding, werd toegelaten tot de orde der advocaten en bouwde in snel tempo een winstgevende praktijk als advocaat op. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die zeggen, ik kan niet meer naar school, want ik heb er geen zin in, of ik heb geen zin om ervoor te zorgen, of ik ben te oud. Daarom voeg ik eraan toe dat Wier voorbij de 40 was en getrouwd was toen hij weer naar school ging. Bovendien koos Wier met zorgcursussen uit aan hogescholen die gespecialiseerd waren in advocatenopleidingen. Zodoende wist hij in 2 jaar tijd even ver te komen als de meeste rechtenstudenten in 4 jaar tijd. Het loont de moeite uit te zoeken waar kennis te halen valt. En dat is het ook, hè. Kinderen worden zo gedrild dat ze maar moeten studeren, dat ze maar zus, dat ze maar zo. Maar je kan elk moment van de dag kan je studeren. Ja? Je kan altijd studeren, ook als je 40 bent dus, hè? Of ouder bent, of als je 80 bent. En dat vragen ze aan mij ook wel eens. Ja, maar je geeft thuiswijsheid. Hoe doe je dat dan dadelijk? Als hij dadelijk wil studeren, of weet ik veel. Ik zeg, nou luister, hij kan nu al studeren, want hij gaat niet naar school. Ik kan gewoon een leraar inhuren die hem dat kan leren. Daar hoeft hij echt niet pas moeten wachten tot hij 16 is, weet je. Ik bedoel, mijn kind wil veel met elektriciteit leren. Nou, als hij volgend jaar al goed kan rekenen, want daar ben ik al heel druk mee met hem bezig, dan heb ik al gewoon een officiële leraar die gewoon elektriciteitsles aan hem kan geven, weet je. Of hij wil ook heel graag games maken. Nou, dat kan hij dan nu al leren. Dan hoef je niet eerst helemaal naar school van moeten te gaan. En weet ik allemaal, wachten tot je eigenlijk een 16 bent en dan een opleiding mag gaan volgen. Dus, weet je, en vaak als jij ook een speciale opleiding daarvoor volgt, dan doe je ook iets wat jij heel graag wilt. In plaats van eerst 100.000 dingen te moeten leren. Ik bedoel, als jij niks met biologie hebt, weet je, maar juist meer praktische kennis zoals techniek of zo, weet je, daar heb je geen biologieles voor nodig als je een auto wil gaan bouwen of zo. Snap je wat ik bedoel? Dus ja, weet je, dan heb je ook gewoon de vak wat je ook graag wilt en dat is jouw stof, daar word je door gemotiveerd en daar krijg je dan ook les in. En als jij graag danser wilt worden, dan wil je gewoon dansles en dan wil je niet eerst, weet ik veel, 1000 andere vakken moeten weten om, weet je, waar je niks aan hebt, wat je niet eens gaat gebruiken. Dat is dus opgeslagen informatie, of dat is allemaal informatie waar je niks mee doet, zonde. Dus studeren kan altijd. 1 simpel idee dat geld opbracht. Laten we eens een voorbeeld bestuderen. Dit boek is zo interessant. Ik zal eens even kijken naar een ander stukje. Hier bijvoorbeeld heb je De Macht van de Denktank. Dus dat is bladzijde 157.
De stuwende kracht, de negende stap op weg naar rijkdom. Macht is onmisbaar voor succes in het vergaren van geld. Plannen zijn nutteloos als er niet voldoende macht voorhanden is om ze uit te voeren. Macht heeft niks te maken met misbruik. Hè? Mensen hebben vaak, als ze macht hebben, dan oefenen ze ook macht uit, of dominantie uit, of onderdrukking uit, want dan worden mensen misbruikt. Hè? Macht is onmisbaar voor succes in het vergaren van geld. En waarom? Plannen zijn nutteloos als er niet voldoende macht voorhanden is om ze uit te voeren. Ja, dus dat is ook macht. Dus als jij de macht hebt om iets uit te voeren, dat is niet dat je de macht over de mensheid hebt. Nee, je hebt de macht om iets te willen uitvoeren. Dus hè, of je hebt de financiële middelen, of je hebt de ambitie, je hebt de creativiteit, of je hebt mensen die je kent, hè, je netwerk, of je hebt je werknemers die dit voor jou kunnen uitvoeren, zeg maar. Macht is te definiëren als georganiseerde en op een intelligente manier beheerde kennis. Macht in de hier gebruikte betekenis heeft betrekking op doelgerichte inspanning, waarmee iemand een verlangen kan omzetten in zijn financiële equivalent. Doelgerichte inspanning is te leveren door twee of meer mensen die in één geest van harmonie aan een bepaald doel werken. En dat is ook echt zo hoor. Als je samen, dus heb ik ook vaak met mijn cliënten, als ik aan het brainstormen ben, dan mensen krijgen zoveel meer ideeën, zoveel leuke dingen, omdat je aan het uitwisselen bent. En eigenlijk leren ze dan van hunzelf. Hè? Ze zijn aan het uitwisselen, aan het praten erover, dan krijgen ze nog betere ideeën. Of misschien geef ik een idee aan en dan vinden ze daar weer een heel plan bij uit. Hè? Dan zien ze een heel beeld weer voor zich. Denken, oh ja, dat is ook weer interessant. Dat kunnen we ook doen. Dat kunnen we ook doen. Dus vaak als twee mensen aan het brainstormen zijn, krijg je eigenlijk nog meer ideeën. En dan ga je ook iets te werk stellen. Wie rijk wil worden, moet macht bezitten. Macht is noodzakelijk om geld te behouden nadat het is verworven. En hier heb je dus ook een stuk van symptomen van de angst voor kritiek. Heel veel mensen durven bijvoorbeeld niet voor zichzelf op te komen, of durven niet iets te beginnen of te starten. Want ja, ik heb toch een gezin te onderhouden. Of ik weet niet wat andere mensen ervan vinden. Mensen die ook creatieve dingen doen. Oh, dadelijk geven mensen kritiek. Of zijn ze aan het oordelen. Nou, dat hoor ik ook wel vaak van, goh, vind je dat niet eng dat je video's maakt? Of vind je het niet spannend? Wat zullen mensen wel niet denken? Ja, ik heb nog nooit eigenlijk over andere mensen nagedacht wat hun van mij vinden. Want ik vind mezelf leuk. Ik vind mezelf lief. Ik vind mezelf te gek. Ik hou van mezelf. Ik ga niet over mezelf denken, ik kan het niet. Of ik vind mezelf gek. Of goh, dadelijk vindt iemand mij raar. Nou ja, dat is zijn mening, zijn keuze. Ik vind mezelf leuk. En ik ga mezelf niet te neergeslagen maken omdat een ander vindt dat ik niet leuk genoemd ben. Dat is een tekort in diegene. Ik vind mezelf leuk. En het gaat erom dat ik mezelf leuk vind. En wat een ander van mij vindt, dat interesseert mij niet. Ja? Dus zolang je voor jezelf in de spiegel kan kijken. Dus ik heb zelfrespect. Ik heb ook respect naar een ander toe. Ja, als diegene ook naar mij respect heeft. En ik ben gewoon een liefdevol wezen. En dan, waarom zou je jezelf moeten schamen? Voor wat? Voor wie? Doe even normaal. Of verkeerd zelfbewustzijn. Komt over het algemeen, die staat hier ook, een gebrek aan zelfvertrouwen. Ja, dus jezelf niet goed genoeg vinden of denken dan anderen. Dus eigenlijk heeft het allemaal met oordeel van de ander te maken. Slecht ontwikkeld persoonlijkheid. Dus een gebrek aan besluitvaardigheid, charme en vermogen om een mening duidelijk naar voren te brengen. Dus hebben mensen ook wel eens, die kunnen niet heel goed communicatief uitleggen wat ze nou precies willen. Of wat hun plan is, of een pitch houden, hè? Dat je je plan verkoopt, je idee verkoopt. Nou, dus dan hebben ze daar alweer een blokkade dat ze niet durven. Je moet gewoon doen, gooi jezelf voor de leeuwen, dan komt altijd goed. Minderwaardigheidscomplex, ja, hebben ook mensen de gewoonte om in een woord en daad zichzelf goed te keuren, ten einde een gevoel van minderwaardigheid te verhullen. Dure woorden gebruiken om indruk op anderen te maken, vaak zonder de betekenis van die woorden te kennen. Dan heb je ook vaak mensen die hele dure woorden. Oh mijn god. Oh, ik zag nou laatst ergens ook een heel gesprek. Ook een bekende Nederlander of zo. Ik weet even niet meer hoe die heet. Maar goed. Nou, die was dan ook iets aan het uitleggen. Over, weet ik veel, anatomie van het lichaam of zo. Maar zulke dure woorden gebruikt. Dat nou,
En dan denken mensen, oh ja, 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 ja. En dan hoor je ook mensen die dan zo schudden van ja, ja, ja. Alsof ze weten waar hij het over heeft. Maar ze hebben geen flauw idee waar hij het in godsnaam over heeft. Dus dat is ook wel weer grappig. En dan zie je ze echt zo, ja, 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 ja. Goed punt wat je aan het benoemen bent. Maar ja, die dure woorden is allemaal niet nodig. Anderen imiteren in kleding, manier van praten en gedrag. Opscheppen over denkbeeldig succes. Dat kan aan de oppervlakte een meerderwaardigheidsgevoel lijken. Ja, doen ook vaak mensen imiteren. Dat heb je ook wel eens, dat mensen je helemaal na gaan doen. Of, nou, dat zie je heel vaak trouwens. Dat mensen elkaar gaan nadoen. Ze hebben geen eigen creativiteit meer. Of opschepperige dingen. Buitensporigheid, de gewoonte om stand op te houden tegenover de buren en meer geld uit te geven. Oh ja, buitensporigheid, de gewoonte om stand op te houden tegenover de buren en meer geld uit te geven dan binnenkomt. Ja, dat is natuurlijk ook niet slim. Het is allemaal uiterlijk vertoon. Gebrek aan initiatief, dus onvermogen om kansen voor zelfverbetering aan te grijpen. Angst om een mening te geven, gebrek aan vertrouwen in de eigen ideeën. Ja, is ook soms een ding wat bij mensen speelt. Gebrek aan ambitie, geestelijke en lichamelijke luiheid, onvermogen om voor zichzelf op te komen, trage besluitvorming, veel te makkelijk te beïnvloeden, de gewoonte om kritiek op anderen te hebben achter hun rug om en in hun gezicht te vleien. Oh ja, oh, dat heb je ook zo vaak. De gewoonte om mislukking te accepteren zonder enig protest of een onderneming te staken, bij tegenwerking van anderen, zonder aanleiding, andere denken, gebrek aan tact in gedrag en taalgebruik. Niet bereid zijn de schuld voor fouten op zich te nemen. Oh ja, dat heb je ook heel veel. De angst voor slechte gezondheid, ja, dat hebben mensen ook nog eens. Dus durven ze niet, ja, maar straks als ik niks kan. Want stel je voor, ik breek mijn been, dan kan ik dus mijn eigen zaak niet runnen. Dus daarom begin ik die eigen zaak maar niet. Kijk, bij mijn werknemer heb ik het makkelijk, want als ik dan ziek ben, dan kan ik gewoon in de ziektewet. Allemaal dat soort verhalen die je ook allemaal hoort natuurlijk. Nou, jongens, voor wie dit boek wilt hebben, je kan het bestellen bij mij op de website www.dileilateunis.nl. Het is super interessant. Er staan allemaal hele goede tips in over hoe je dus geld moet verdienen, hoe je rijk wordt en hoe andere mensen het gedaan hebben. Dus heel veel inspiratieverhalen ook. Nou, dan sluit ik hiermee af. Ik hou van jullie en ik geef jullie een hele dikke pakkert van me en een knuffel. En ja, weet je, ik zie jullie heel snel weer. En ben je nog geen abonnee, druk dan hier beneden op de knop om abonneren. En misschien een keer weer met me. Doei!